Hallo mensen van het internet en welkom bij een nieuwe aflevering van Counter-Strike. Ik heb dit spel een tijdje al niet meer gespeeld en ik vond het wel wat tijd om dit te gaan spelen. Ik heb gisteren dit proberen ook op te nemen, heb ik ook opgenomen, maar dat ging een beetje fout. Want dat je weer zo'n zwarte balk. Dus dat was een beetje kut. Dat is een beetje heel erg kut, trouwens. Dus ga ik het vandaag weer proberen op te nemen. En ik ga het wijzigen, de Counter-Strike potjes worden niet gewoon 20 minuten. Maar ik doe gewoon per aflevering één potje en dan zie ik wel hoe lang die worden. Ja, blijft tenminste interessant. Ook voor mij om te spelen, want telkens gewoon weer... Wat ik wil zeggen, het is gewoon dat ik de hele tijd hetzelfde ga doen. Of één potje is leuk, maar na drie potjes heb je het wel gezien ofzo. Holy shit, stop mijn fucking granaat gooien jullie eikels. Oh, what the fuck. Nee, au. Weer gek weer dood. Oh nice, ik heb iemand. Holy shit. Dat is nice. Auw, die had mij. The Serious Samson. Dat is denk ik Diederik Samson die me zojuist dood heeft geschoten. Ja. Klinkt wel zijn naam voor Diederik Samson die dit spel speelt. Serious Samson. Nee, dat slaat natuurlijk op Serious Sam, de videogame. En even snel checken of ik... sorry. Ik moest even snel checken of ik aan het opnemen was. Want het ging dus de vorige keer ook fout. Dat ik dus niet aan het opnemen was. En nu gaat hij terug naar het spel. Of wel, of niet, of wel. Ja, hij is weer terug. Spijt me even voor die onderbreking. Het is een beetje irritant. Maar ik was niet echt zeker over of ik nou aan het opnemen was of niet. Want meestal als ik opnemen ben met Counter-Strike, dan gaat mijn lag. Kijk, opeens lag. Kan ik die mensen... kan ik die mensen muten? Het is wel een beetje irritant. Dat ze praten. Of ik moet gewoon wat harder praten en dan horen jullie mij ook, hoop ik. Oh, kijk, sniper versus pistool versus weet ik wat. Er is ook trouwens een update geweest, die heet de Arms Deal Update. En dat betekent dat je wapens kan vrijspelen met camo's erop en dat is wel grappig. Nou, grappig shit. Het andere team zint om Jess Schutter op te kicken. Nee. Ik ken die kerel niet eens. Nou, hij is gekikt. Mijn best. Ik ga even Galil proberen, had ziek idee. Galil AR. En Galil Assault Rifle. Er zijn dus... ik heb ook twee wapens schaats gekregen daarvoor. Van deze update. En dat is een gesilenced M4A4 en een gesilenced pistool. Nee, een gesilenced M4A4 en dat pistool kan je alleen maar gebruiken als je counter-terrorist bent. Ik ben een terrorist momenteel, dus... Dat gaat hem dus niet echt worden. Want er zijn overal brandbommen en molotovs. En hangt daar kip. Oh, shit. Gast, die schoot op mij denk ik. Hij weet zeker dat hij op mij schoot. Zonder teamgenoten gaan vallen. Oh, kak. Kak! Die gesilenced M4A1. Dat is zelfs M4A1 gesilenced, niet M4A4. Ze zaten met z'n tweeën daar, dat zag ik niet aankomen. Shit. Er zijn nog twee vijanden over, dacht ik. Nee, we zijn er vijf over. Dus ik heb het helemaal fout. Ik dacht helemaal verkeerd. Ik moet een beetje op mijn eigen team natuurlijk gaan letten. Niet op die van de vijand. En ik speel de Counter-Strike altijd in mijn eentje, want ik heb geen vrienden die dit spel hebben. Tenminste, die Counter-Strike Global Offensive. Ik weet niet of vrienden van mij Counter-Strike Source hebben. Maar die heb ik zelf ook niet eens. Dus wat wil ik nou? Oh, kijk, hij heeft mijn AK opgepakt. Cowjuice. AK-47. Hoe kan dat nou weer? Ik had een Galil deze ronde. Of denk ik gewoon de vorige ronde heeft hij mijn... hoe heet het opgepakt? Maar niet mijn Galil. Mijn AK. Toen ik dood was. Die loopt te sniperen met zijn SSG. Ik ben niet zo goed te sniperen in dit spel. Ik maak echt nooit headshots. Even kijken. Oké, er worden gijzelaar meegenomen. Dan moeten we even zien te komen. En het is gelukt. Hij is dood. Mooi. Maar het is dus een beetje hetzelfde idee deze Arms Update. Als Team Fortress 2 items. Die ook... specifieke kleine dingetjes hebben die je gewoon kan vinden, dat je die gewoon kan ruilen met vrienden en andere mensen waarmee je speelt. Alom. Het andere team stemt om Rambo te kicken. Oké, mijn best. Ik geef geen neuk om. Ik kan niet eens stemmen voor mij, ik ben dood. Oké, nu is nog 2 tegen 3. 2 tegen 1 trouwens. Gaat hij dat winnen? Ik weet het niet. Oh, nee, dat heeft hij niet gewonnen. Ik kreeg gesluipt het kogel door zijn H6K. Boom! Headshot! Dat is mooie shit.
niet of we aan het winnen zijn momenteel of aan het verliezen. Voor mij zijn we, lopen we een beetje gelijk op. Wil ik Leo hebben. Dan maak ik deze ronde wel een kill. Ik moet gewoon een beetje bij mijn teammaat in de buurt blijven. Niet zelf gaan. Niet een beetje Lone Wolf gaan spelen, want dat helpt niet. Oh, zo is het. Auw, kak, 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 kak. Godsamme, ben nu weer dood. De vorige keer stond er helemaal niemand en nu wel. Mandy! Gesilenced de M4A1 is goed. Ik moet even focussen. Focus. Daar zit iemand binnen. Oh, die werd al granaat gedaan. Dat is wel nice worp. Vijand, mooi. Wanker. Zijn nou wanker of hacker? Ik denk hacker. Bye, zijn uit. Maar daarom wel mooi wat gebeurd. Oh, er zit een clan van dudes hier. Heroes, in mijn team. Of er is eentje geleerd, zo te zien. Ja, oké, ze hebben... Eentje heeft het spel verlaten van die heroes. Kon denk ik niet hebben dat hij opgeblazen werd. Zielig hoor, heel zielig. Dat vind ik zo zielig als je niet kan hebben dat je, dat je kan winnen. Dat je aan het verliezen bent. Zo zielig. Rambo. Nou, die neemt wel een hostage mee. Voor mij als hij ook maar één hostage aflevert, dan hebben we verloren. En we hebben verloren deze ronde. Ja, het is er zo als de vijand, als counter-terrorist ook maar één gastje afleveren, dat ze dan gewonnen hebben deze ronde. Oké, dit keer goed oppassen voor de vijand die daar waarschijnlijk weer komt staan. Wil ik een deal proberen? Had een ziek idee. Misschien ook even een granaatje kopen. Nee, granaten. Gewoon een granaat. Ik ga die kant niet op hoor, er zit daar zeker iemand. Gewoon 100% zeker zit daar iemand, dat moet wel. Zo, iemand is lekker aan het schieten met de semi-automatische sniper. Oh, kak. Die zag mij... Hey, hey! Ah, oh, shit, man! Fuck! Die zag ik niet. Nou, dat deed wel mooi trouwens, vanaf die afstand. Nou, dat vind ik zo genaaid. Dat je meestal met een shotgun niet kan winnen. Hey, dit is een brony. Lol. Bronies. Wow, wat gooi je dit nu weer voor bom? Voor diegene die het weet wat bronies zijn, dat zijn dus... dat is een samentrekking van bro en pony. En dat zijn dus mensen die van My Little Pony houden. En dat is heel controversieel op het internet. Dat er veel mensen die haten op bronies. Omdat, ja, dat het eigenlijk mensen zijn van 20, van 16 of 17. Een beetje mijn leeftijd. In ieder geval... Die dan My Little Pony kijken en zo. En naar van die fanbeurzen gaan, daar weet ik van wat. Ik heb er niks op tegen. Ik heb persoonlijk niks op tegen hoor. Ik bedoel, iedereen moet gewoon doen waar ze, wat ze fijn vinden. Yes, gewonnen. Nice. Ik heb er niet veel aan, want ik werd weer een beetje sneaky neergeschoten met die damper. Waarom hebben de terrorists geen damper? Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Gewoon weer Galil, ja. Die is lekker goedkoop. Cyber Septim, hey, dat is uit Oblivion. Of eigenlijk gewoon uit de hele Elder Scrolls serie. Cyber Septim. Ik blijf gewoon bij die Joe Malix in de buurt. En de map uit trouwens Italy, dus Italië. Voor degenen die geen Engels spreken. En we hebben gijzelaars, die moeten verdedigen. Ik weet niet eens waarom we de gijzelingen hebben genomen. Gijzelaars hebben genomen, maar toch, we hebben ze. Weet dat ik zo meteen gewoon door mijn hoofd geschoten word door iets. Iemand. Boom, headshot. En dan ben je dood. En dat zuigt. Dat weet ik niet zo. Die gast heeft lek. En dacht dat ik normaal lek had. Dat heb ik trouwens niet, want ik heb een wifi repeater gekocht van €50. En hij doet het aardig, dus ik ben er blij mee. Ja, gewonnen. Ik heb een keer een... Ik ben een keer niet dood gegaan in deze ronde. Ik heb ook geen schot gelost. Is why are you downloading porn while playing? Iemand die heeft hartstikke lag. Van zijn team misschien, of van ons team. Ja, ja, oké, ons team. Iemand uit ons team die heeft gigantische lag. Want ik zei van, hey, die gast heeft gigantische lag. En dan vraagt iemand, dit is wel een team van, ja, waarom download je porno terwijl je aan een game aan het spelen bent? Dat geeft je dus schuld aan. Het is inderdaad wel irritant. Mensen die gigantische lag hebben, dat je ze dan niet kan raken. Dat is heel fucking vervelend. Oh, daar staat er een.
Nice, ik heb een kill. Ik heb een kill. Op een hele fucking sneaky manier trouwens. Door hem in de rug schieten. Is niet echt eervol. Oh, kak! Oh, die stonden daar met z'n tweeën. Daar kan ik echt niks aan doen. Stat-track van me. Van Doomkitty. Doomkitty, is dat gewoon de camo of zo? Legion Dashed. Het zijn allemaal verschillende camo's. Vind ze wel gaaf, die camo's die ze erop hebben gezet. Aug Wings. Ja, kijk, deze bijvoorbeeld vleugels erop zitten. En dat is ook Wings. M4S Silent. Vincent. Dit is voor Vincent. Kijk eens, is ook iemand gaan het Vincent op deze map of zo? Niet meer. Oh jawel, van de vijand. Die is dus ook. Porno aan het downloaden of zo. Tenminste, dat zei die kerel. Als hij actie op. Diegene die vroeg van. Ja, waarom download je porno terwijl je aan het gamen bent? En dan zei hij zo van. Ja, vraag maar naar Vincent. Dus ik vraag me of het echt kamergenoot zijn. Ik heb most sickness for watching you play. Lol. Oké, nu serieus. Serious shit. Oh, ah, nice. Throwing fire. Molotov. Ik ga even bij die teammates in de buurt blijven. Ik ga bij die Typeceptor in de buurt blijven. Nee, dat zie je, dat is een goede kerel. Hier dan is clear. Oh, shit. Oh, nice. Hij heeft iemand. Nice. Ik loop gewoon een beetje bij hem in de buurt. Want samen sta je sterk. Met z'n meerdere kan je meer dan één. En een gijzelaar wordt meegenomen. Welke gijzelaar? Ik heb er eentje. Oh, er is er eentje die leeft nog. Van de vijand. Als die AFK is, dat zou wel leuk zijn. Zag ik hier niet een goed wapen liggen, die Aug Wings? Nee, laat me zitten. Oh, waar zijn mijn teamgenoten? Ik moet met mijn teamgenoten in de buurt blijven, ik kan niet doodgaan. Bram. Als denk ik die gast die AFK is, oh, dan kick hem. Oeh. Wissel of M4-1, wissel of Aug. Aug, fuck je. Yeah. Rambo's Aug. En die afgeschiet wel lekker trouwens. Ik vind het best wel goed wapen. Weet dan de Galil tenminste. Die hebben niet genoeg spelers gestemd. En we hebben gewonnen. Had ziek idee. Hey, kijk, dit is Silence. Die pak ik even op. Die is niet verkeerd deze. Ook ga ik hier wel kennis mee maken. En match point. Als we nog één keer winnen. Dan is deze match voorbij. En hebben we gewonnen. En dat betekent ook het einde van deze aflevering in dat geval. Hé, hey, ik heb eens granaat. Oh, die heb ik opgepakt. Vol. Ik zie nu ook van wie die granaat heb. Het is eigenlijk best wel... Ik ga denk ik over voldoening als je iemand opblaast met zijn eigen handgranaat of zo. Au! Ik krijg granaat in mijn anus. Heb iemand geraakt met een granaat of niet? Nou, hier wil ik niet staan, hier wil ik niet staan. Hier komen zeker gastjes op af, hier komen zeker gastjes op af. Ga niet achter me. Oh kak, zag er iemand. Oh, die is dood. Zit daar nog iemand? Er zat een, dat is een brandbom. Rookbom. Ook leuk. En het is stil. Ik ga ook even Molotov. Ik vind het echt heel spannend dit. Ik wil die gast vinden, ze zijn. Voor wie ze dit wapen opgepakt en hem dan zelf weer neerknalt. Zij die al dood is. Het was die Vincent of zo. Ik heb niet zoveel kost voor het wapen trouwens, maar 60. Denk je dat er iemand zit? Ik denk niet dat er iemand zit trouwens. Oh ja, daar zit duidelijk iemand. Daar zit duidelijk iemand. Oh shit. Dat was echt nice. Dat was echt heel nice. Dat was echt spannend. Oké, daar zat dus iemand. Die is dood. Oh nee, daar is. Ah, oh, fuck. Oh, ik zag hem. Waarom schoot ik niet op hem? Oh. Waarom probeerde ik het niet eens op hem te schieten? Shit, man. Oh. Jezus. De helft van het team staat nu nog wel een beetje uit sluipschutters. En ze doen het nog wel goed. Ze gaan door soort ons hele team heen. Er is nog maar 3 tegen 2, maar dat zegt niks. Jummy te kicken. Nee. Waarom zou ik kicken? Oh. En de terroristen hebben gewonnen. En dat betekent ook het einde van deze match. Want we hebben gewonnen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Cowardice Gameplay. Laat een duimpje en een reactie achter. En abonneer toe Cowardice Gameplay als je dit een leuke aflevering vond. Later!